Het is vakantie, er staat een lekker windje, de golven zijn goed, dus ik ga vandaag surfen. Hey, en wist je trouwens dat je met surfen de wereld ook een stukje mooier kan maken? Sabine Wensink helpt met haar stichting bij het opzetten van surfscholen in ontwikkelingslanden. Sabine, jij geeft surflessen en je wil de wereld een stukje mooier maken. Hoe ben je nou op dit idee gekomen? Nou, ik ben 2 jaar geleden als vrijwilliger naar Peru gegaan, naar Huanchaco. En heb ik gewoon gevrijwilligd in een restaurant van 2 Nederlanders. Die ondersteunden allemaal projecten. En toen kwam ik op het strandje, 2 uur van Huanchaco vandaan. En daar zag ik een klein jongetje op het strand. En die zat te kijken wat we aan het doen waren. En ik zei, wil je het ook proberen? En hij zei, ja, dat is leuk. Ik zei, ja, kan je wel zwemmen? En hij zegt, nee. En toen dacht ik, ja, dit is echt zo jammer. Want ik ben wel degene die gewoon hier met mooie spullen komt. Dit jongetje hoort op school te zitten, notabene. Het was gewoon een doordeweekse dag. Maar hij is zo gebiologeerd door wat wij daar aan het doen waren. Dus ik dacht, ja, daar moeten we een kans voor geven. Ik wil namelijk echt zo meteen wel staan, ja. Want dan sta ik dik voor lul natuurlijk voor de kijkers. Ja. 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 Ja.